vind jij van het uitstellen van die wedstrijd? Nou ja, uitstellen van de wedstrijd, natuurlijk, ik snap het wel ergens natuurlijk dat de KNVB meedenkt met een voetbalclub. Maar ja, er spelen veel meer belangen mee dan alleen Ajax op dat moment. Kijk naar vakantie van mensen, dat soort dingen die mensen hebben gepland. Ja, het is lastig. Ik snap het natuurlijk ergens, maar ja, je gooit alles op zijn kop. En, ja, 12 mei was normaal gesproken de laatste wedstrijd. Nou ja, stel je voor dat er gewoon mensen zijn die vakantie hebben gepland en die moeten dat nu allemaal gaan verplaatsen. Ja, wat gaat er gebeuren? Ja, gaan mensen vergoedingen vragen, dat soort dingen. Ja, daar krijg je allemaal mee te maken. Nou heb ik gelukkig niet op 13 mei vakantie gepland. Dus voor mij zou het in principe geen probleem zijn. Maar ja, daar zullen mensen wel bij zitten die dat soort problemen wel hebben. Dus ja, tuurlijk wordt daar naar een oplossing gezocht. Maar het zal financieel ook zijn tol eisen voor bepaalde clubs. Maar sportief speel je nu tegen Willem II in de laatste speelronde. Terwijl je ze eigenlijk een week voor de beker zou treffen en ze misschien wel met een B-elftal zouden komen. Nou ja, dat is voor ons natuurlijk ook weer. Kijk, het scheelt natuurlijk misschien ook weer daarin wat je zegt. Voor de beker. Hun zijn daarop geconcentreerd. Dat is een wedstrijd die hun graag alles willen geven. Omdat ze weten natuurlijk dat Ajax ook nog Champions League actief is. En voor het kampioenschap. Dan zal Ajax misschien minder interesse hebben in de beker. Ik snap dat ze die willen winnen. Want het is natuurlijk de ideale mogelijkheid om voor Ajax de triple te winnen. Maar ja, wij treffen ze dan op een moment. En dat kan zomaar misschien een plek schelen op de ranglijst. En dat scheelt misschien wel tientallen duizenden euro's voor een club als ADO zijnde. Om nog een plek hoger te eindigen. Je krijgt ook een paar rare weken met weekenden vrij. Dat is op zich ook apart. Ja, nee, we hebben geteld. Donderdag spelen we tegen Excelsior. En daarna hebben we 17 dagen hebben we niks. 17 dagen later spelen we pas weer. Ja, en dat is best wel raar en vreemd in zo'n fase. Waar normaal gesproken in de laatste fase van de competitie, daarin worden de prijzen verdeeld. En daarin vallen de beslissingen voor de play-offs. Voor Europa League, degradatie, play-offs. Dus ja, dat is best wel raar. En zeker als je gaat kijken naar ploegen, wij spelen dan op donderdag nog. En er zijn ook ploegen die op dinsdag spelen. En dan is het voor sommige ploegen is het zelfs 19 dagen dat ze niks doen. Dat is raar. Zeker als je ploegen hebt die naar play-offs moeten spelen. Dan moet jij je eigen voorbereiden op play-offs. Nou, dat is moeilijk, dat is lastig. Zeker als je 17 tot 19 dagen niks te doen hebt. Dan aan de wedstrijd van zondag. Kunnen jullie PSV pijn doen? Tuurlijk, wij kunnen iedereen pijn doen. Dat hebben we laten zien de afgelopen weken. We zitten in een goede flow, maar we moeten waken voor dat wij denken bij onszelf van we zijn veilig, we zijn klaar. En we gaan wel even naar PSV toe. En we hebben hier thuis hebben we al een tikje gehad, 0-7. En ja, we hebben absoluut daar iets recht te zetten. En we gaan daar echt niet heen van, wij zijn veilig in principe. En we gaan daar wel even heen. Jullie gaan erheen met een missie, minimaal punt. Nou ja, natuurlijk dat ook. En wat ik zeg, elke plek op de ranglijst scheelt voor de club, scheelt het geld. En ook, zeg ik, ook voor de selectie scheelt dat natuurlijk. En elke wedstrijd die je wint, heb je ook weer dat je iets verdient. En dat is logisch. Dus ja, er zal geen enkele wedstrijd zijn waarin wij het laten lopen. Twee persoonlijke vragen nog. Je krijgt er een concurrent bij. En dat is? Van der Vaart. Oké, ja, als je op dat bedoelt. Ja, ik heb hem toevallig een bericht van gestuurd op Instagram, maar hij heeft niet gereageerd. Hij kent mij waarschijnlijk niet, maar nee, ja, ik had hem een bericht gestuurd van als jij de beste darters onder de voetballers wilt zijn. Ik heb gezegd, dan moet je eerst nog tegen mij spelen. Maar daar heb ik nog geen reactie op gehad. Daar durft niet op te reageren, denk ik. Dat denk ik niet, nee. Zijn is het een goede zaak voor hem, dat hij begint in Denemarken, een beetje onder de radar? Nou ja, natuurlijk. Alle gekheid op een stokje is natuurlijk leuk. Als hij die sport leuk vindt, dan moet je dat absoluut doen. En waarschijnlijk heeft hij de tijd daarvoor. Dat weet ik wel zeker. Ja, nou ja, BDO-circuit is leuk. Is onder de PDC. Maar ja, ik denk absoluut niet dat het makkelijker is. Want het is eigenlijk bijna net zo moeilijk. Voelt toch een clash aankomen? Voel je dat? Of die wil jij veroorzaken? Ja, jij hebt het eerste bericht gestuurd. Ja, nou ja, dat is toch leuk. Ik zou best wel een keer tegen hem willen spelen. Kijken wat hij kan. Maar er zullen vast nog meer voetballers zijn. Ik ken Michiel Kramer, kan ook goed darten. Ik hoorde dat Wout Weghorst een lekkie had gewonnen van Vergerven. Dus dat wordt nog leuk. Misschien kunnen we wel een groot toernooi organiseren met alle voetballers. Hier in het ADO-stadion, daar ben je bekend mee.
Daar ben ik wel bekend mee. Maar... Met darttoernooi dan ook, hè? Ja, klopt, ja, dat weet ik. Mijn eigen darttoernooi. Maar nou, voor mij hoeft het niet per se in het ADO-stadion te zijn. Maar het zou wel leuk zijn. Tot slot, Quick Boys Noordwijk, wie wint hem? Het is bij Quick Boys thuis. Quick Boys. En zeg me niet waarom. Vraag me niet waarom. Ik zou het niet weten. Maar vind jij het niet leuk, hè? Houd hierbij.